Dus wij maken zo'n radicaal andere keuze in uitgangspunt. Dat ik het heel leuk vind dat we Partij voor de Dieren heten. Omdat je meteen mensen ook prikkelt om daarover na te denken. Ja, ik denk dat het ook een mooi beeld is. En dat iedereen dat heel mooi vindt. Maar dat het ook best wel moeilijk kan zijn. Omdat mensen denken van ja, dan moet je moet zo deugdzaam zijn of goed zijn. Daarom vroeg ik me af, kan je bijvoorbeeld ook lid worden van de Partij voor de Dieren als je niet veganistisch eet? Zeker, ja. Ja, de meeste mensen die lid zijn van de Partij voor de Dieren zijn geen vegan. Okay. We staan open voor iedereen. Wat we wel zien is dat de mensen die lid zijn van de partij, die zijn zich wel bewust aan het worden. Dus die doen misschien een meat-free Monday of ze beginnen na te denken over wat kan ik in mijn eigen leven voor keuzes maken om bij te dragen aan duurzaamheid. Ja. Maar ik zie het altijd heel erg als een... het moet op allebei de fronten. Ik denk dat persoonlijke keuzes een belangrijke trigger kunnen zijn voor beweging in de politiek. Mm-hmm. Kijk naar een partij als de VVD. Die zal nooit bewegen als zij niet het gevoel hebben dat ook gewone mensen af en toe een vleesvervanger pakken, weet je wel. Dan denken ze, oh ja, gewone mensen, die willen allemaal gehaktballen. En als gewone mensen niet laten zien dat ze ook gewoon een vleesvervanger kopen, dan gaat zo'n partij nooit bewegen. Dus dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd moet de politiek natuurlijk wel aansluiten bij de individuele keuzes die mensen maken voor een duurzame toekomst en niet dat hele beleid saboteren. Als de politiek de vee-industrie blijft subsidiëren, ja, dan kan je daar als vegetariër of als vegan niet tegenop. En datzelfde geldt voor als jij dan kiest om wat duurzamer te leven, maar de politiek blijft de fossiele industrie met miljarden subsidiëren. Oké, dus er zijn dus wel mensen die niet veganistisch eten, maar ook gewoon nog vlees, of worden die wel binnen de eerste weken omgevormd tot... Nee, kijk, we komen vanuit een situatie, en dat geldt voor mij ook. Ik ben ook gewoon opgegroeid met de gedachte dat vlees en zuivel de normaalste zaak van de wereld is. We aten iedere dag vlees. En vanuit zeg maar die situatie kun je dus als individu bewust worden en besluiten je eigen keuzes te maken. Maar daarmee is niet gezegd dat iedereen die is opgegroeid met vlees en die stappen nog niet gezet heeft, dat die niet mee mag doen. We moeten met z'n allen loskomen uit het gebruiken van dieren, denk ik. En ik denk ook dat dat heel normaal is, dat je de hele geschiedenis laat zien dat we dingen die eerst een goed idee leken, dat we op een gegeven moment denken, nou, misschien toch niet. En dan veranderen we. We moeten ook goed kijken naar de geestelijke gezondheid van Nederlanders. Hè. Wat voor impact hebben die maatregelen op onze gezondheid in brede zin? En dan zie je dat jongeren echt gewoon vooraan staan met de effecten daarvan. Maar dat je elkaar niet kan zien en de hele dag alleen maar achter je computer zit op je eigen kamer en dan 's avonds ook nog eens niet bij iemand op de bank kan gaan zitten vanwege die avondklok. Ja, de prijs is gewoon te hoog. Dan zeggen wij nee, jongeren gaan voor. Dus als er ruimte komt, eerst de jongeren. Dus bijvoorbeeld sporten in groepsverband niet op de leeftijdsgrens van 18, maar naar 25. Die kosten van die klimaatcrisis zullen gigantisch oplopen als we niet de komende periode de maatregelen nemen om hem binnen de perken te houden. Dus wij doen eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de aarde niet verder dan 1,5 graad opwarmt. En daarbij zeggen we de vervuiler moet gaan betalen. Alles wat vervuilt en gebruik maakt van schaarse hulpbronnen, dat moet je zwaarder gaan belasten. En daardoor kan bijvoorbeeld de belasting op arbeid omlaag, wat voor jongeren ook belangrijk is om te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Ja, maar het is niet zo dat Nederland het beste jongetje van de klas is of zo. Dat is een ander ding waar altijd mee wordt geschermd, waar Nederland bungelt gewoon onderaan de lijstjes met groene energie. We hebben de minste natuur, dus Nederland doet altijd wel alsof wij een soort van heilig boontje zijn. En als we dan nog harder lopen voor het klimaat, ja, dan zijn we een soort gekke Henkie. Nederland doet het juist best wel slecht voor het klimaat.